Maar smakelen, ja zeker, dat zou ik wel eens fijn vinden, want dan ga ik nog niet zo rap eten nu, dus meestal zit ik hier in Genk, ben van Genk. Hè. Dat is heel interessant, ja. Dan mensen leren Genk kennen. Ja, voor te winkelen en het terrasje te doen, voor eens een andere omgeving en een andere cultuur te zien en zo. Hè. Ja, voor te winkelen in ieder geval, ja. Dat doet een vrouw altijd graag, hè, winkelen. Geen idee, eerlijk gezegd. Ik zou dat eerst moeten uitproberen. De eerste sneltramlijn tussen Hasselt en Maastricht zal in 2017 in gebruik genomen worden. De bedoeling is om in 2020 ook tramlijn 2 en 3 op de rails te hebben. De tweede lijn zal Hasselt verbinden met het Maasland. Het eerste stuk van het traject loopt parallel met sneltramlijn 1. En dan volgt er een splitsing. Eén deel van het traject gaat dan over Bilze en Laanaken naar Maastricht. En het andere deel gaat via Genk naar Maasmechelen. Vanuit Diepenbeek rijdt de sneltram naar Genk. Daar komt er een halte aan het station en waarschijnlijk eentje aan het shoppingcomplex. Van daaruit gaat de sneltram naar Maasmechelen. Hoe het traject ertussenin zal lopen en waar er nog haltes komen, ligt nog niet helemaal vast. De afgelopen maanden werden diverse tracémogelijkheden onderzocht in een planmerstudie. Het gaat om tracévarianten die door de lijn naar voren geschoven werden, maar ook om alternatieven die voorgesteld werden door de betrokken gemeentebesturen. Ook suggesties van burgers en natuurbewegingen, ingediend tijdens de openbare kennisgeving, werden meegenomen. Al deze tracémogelijkheden werden de afgelopen maanden onderzocht op hun technische haalbaarheid, leefbaarheid en impact op de natuur. Het tracé bepalen is niet gemakkelijk, beseft ook Injas Schops, directeur van het regionaal landschap Kempen en Maasland. Duurzamer transport is nodig. Als we dat duurzamer kunnen doen en zeker met de best beschikbare technieken zoals ook het Spartacusplan is opgevat, lijkt mij dat in eerste instantie een goede zaak. Een goede zaak om op een andere manier ons te verplaatsen. Natuurlijk, Limburg is een groene provincie, wij houden daarvan, dus niet alleen klimaat, maar ook biodiversiteit, natuur is belangrijk. Moeten we nadenken hoe we die verplaatsing, hoe we die sporen, bijvoorbeeld voor die light rail, gaan aanleggen en waar we die gaan aanleggen. Nu de planmerstudie is afgerond, blijven er nog een tiental tracémogelijkheden over. De voorbije week heeft de lijn gesprekken gehad met de betrokken gemeentebesturen om de overblijvende tracémogelijkheden te bespreken. Het is de bedoeling om op basis van die gesprekken te komen tot een gemeenschappelijke visie waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Niet alleen de resultaten van de planmerstudie komen aan bod, maar ook lokale mogelijkheden, rijtijden en natuurlijk ook de nodige middelen die nodig zijn om te investeren in dit soort projecten. Het uiteindelijke voorstel, gedragen door alle partijen, zal in de loop van 2013 door Vlaams minister Krivits aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. Na de tracékeuze zal de geraamde investeringskost ook gekend zijn. Het is de Vlaamse regering die op basis van de uitgevoerde studies en de resultaten van de MKBA beslist over het definitieve tracé en de toewijzing van financiële middelen. De tracés hebben dezelfde basishaltes. Station Hasselt, Kanaalkom, Duzaarplein, Provinciehuis, Campus Diepenbeek, Station Genk, Genk Shopping en Maasmechelen. Maar afhankelijk van het uiteindelijke tracé kunnen er nog haltes bijkomen. Zodra de sneltram rijdt, zal je in minder dan 39 minuten van Hasselt naar Maasmechelen kunnen reizen. Door de reistijd tussen de knooppunten te beperken tot 39 minuten, is het mogelijk om in de knooppunten meer en vooral betere overstapmogelijkheden tussen trein, bus en tram te voorzien. Spartacus betekent dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in Limburg voor iedere Limburger gaat verbeteren. Dus los van die drie lightrail-lijnen of tramlijnen, noem ze hoe je wil, moet er natuurlijk ook nog andere inspanningen gebeuren waar iedere Limburger van kan genieten. En ik vind dat Spartacus zou moeten gedragen worden ook door de Limburgers in hun eigen belang. En we moeten die kleine discussies die er zijn en waar ik wel begrip voor heb van waar moet die trambedding nu komen, hoe moet die spoorweg aangepakt worden, hoe moet dat kruispunt aangepakt worden als Spartacus er komt. Want we moeten die kleine discussies oplossen. We moeten daar goede oplossingen voor vinden. Maar over het algemeen concept Spartacus mag daar geen twijfel over bestaan.